De concurrentiepositie van de agrarische producten in Suriname zal binnenkort worden verbeterd. Het ministerie van LVV zal met de eerste tranche van de 17,5 miljoen Amerikaanse dollar lening van de Inter-American Development Bank, IDB, een aanvang maken met de werkzaamheden ter versterking van zowel de dier- als plantgezondheid en van de voedselveiligheid. De middelen zullen worden besteed aan onder meer de afbouw van het laboratoriumcomplex en de aanschaf van materialen voor residuonderzoek, alsmede onderzoek op geïmporteerde pesticiden. Behalve het trainen van het kader wordt eveneens ernaartoe gewerkt dat het laboratoriumcomplex aan de internationale standaarden voldoet. Hierdoor behoeven monsters niet meer naar het buitenland, waar producenten thans veel aan uitgeven. Er zal verder gewerkt worden aan innovatie van de agrarische sector door de financiering van strategische en aangepaste landbouwkundige onderzoeksprojecten en wel in samenwerking met internationale onderzoeksinstituten.